Mijn naam is Laurens Parrius. Ik werk als botanisch onderzoeker bij Floron. En mijn dagelijkse werk bij Floron is eigenlijk vooral de strategie voor het inwinnen van data voor onze meetnetten. En ook het analyseren van die gegevens en terugkoppelen. Bijvoorbeeld de data die je kunt zien in de NDFF-verspreidingsatlas. Een van de spannende nieuwe projecten van de afgelopen jaren die we bij Floron hebben opgezet. Met een hele groep collega's, Edwin Dijkhuis, Stefan Walsum. Mijn berm bloeit. En bloeiende bermen en het bepalen van de nectarindex vormen daar de kern in. En daar zal ik jullie iets over vertellen. Ten eerste, er is bloeiende bermen en kruidenrijk grasland, bloemetjes in Nederland, in de Nederlandse graslanden. Daar is ontzettend veel aandacht voor. En dat is heel belangrijk, want die bloemen zijn ook weer een voedingsbron voor allerlei insecten. En die graslanden met heel veel bloemen erin, waaronder wegbermen en oevers, die zijn ook verbinding tussen natuurgebieden en vaak de enige plek waar wilde flora nog een kans krijgt in het agrarische en stedelijke landschap. Daarnaast zien bloemrijke bermen er ook gewoon ontzettend mooi uit. De laatste tijd is er ook bijvoorbeeld aandacht voor het bestrijden van plagen zoals de eikenprocessierups, waarbij bloemrijke bermen heel veel insecten aantrekken, die ook weer vogels aantrekken en uiteindelijk een tegenwicht bieden tegen een plaagsoort. Nou, bermbeheer is echt essentieel om een bloemrijke berm te krijgen. En als je uitgaat van het huidige bermbeheer en je wil bijvoorbeeld meer bloemen krijgen, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Het is vooral belangrijk om op het juiste moment te maaien. En dat je dus ook volgt wat er gebeurt. En ook kijkt wat er is en hoe je dat uiteindelijk met maaien wil veranderen. Er zijn allerlei boeken over geschreven. En een van de projecten van Floron is ook om dat straks te volgen. Voor de uitvoering van bermbeheer, ecologisch bermbeheer gericht op het vergroten van de biodiversiteit, is om in elk geval af te stappen van klepelbeheer, waarbij de vegetatie eigenlijk helemaal wordt fijn gehakseld en omgewerkt, maar dat je gaat maaien en afvoeren, dat je dat ook op het juiste moment doet, dus in het juiste tijd van het seizoen, het liefst zo laat mogelijk, zodat planten ook zaden hebben gevormd en zich kunnen uitzaaien. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor het faseren van maaien. Dus dat je een deel van de vegetatie bij elke maaibeurt laat staan. Dat is heel essentieel voor de overleving van insecten die daarin kunnen staan. En ook natuurlijk voor het vormen van zaden. Daarnaast is het belangrijk om, als er een kwalitatief goede berm is, om ook het beheer zo vol te houden. Probeer elk jaar op dezelfde plek, op dezelfde tijd weer te maaien. En op die manier hou je die vegetatie in stand. Nou, Floron heeft zich dus de afgelopen jaren toegelegd op het monitoren van dat ecologisch bermbeheer. En om daar ook als een citizen science project ook veel mensen bij te betrekken. Dat begint eigenlijk met... je maakt een plan om je bermen ecologisch te gaan beheren. En vervolgens zet je daar een groep mensen bij om te volgen wat er dan gebeurt. Een van de mooie projecten van dit jaar is door mijn collega's Edwin Dijkhuis en Stefan Walsum in Drenthe uitgevoerd. Met de
Landschapsbeheer Drenthe onder andere en de Natuur- en Milieufederatie. En dat heet Bermscouts. Bewonersgroepen, natuurverenigingen, bijvoorbeeld de Vlinderwerkgroep Drenthe en de werkgroep Floraccretering, die hebben de bermen geadopteerd. De gemeente die is begonnen met het invoeren van ecologisch maaibeheer, van natuurvriendelijk beheer. En vrijwilligers en bewoners gaan die kwaliteit van die bermen in kaart brengen. Daar zijn allemaal mooie plaatjes van gemaakt, bijvoorbeeld een gasklokje, een soort die kenmerkend is voor mooie schrale bermen. En daar is best wel veel enthousiasme voor. Dus je ziet hier rechts mijn collega's Edwin en Stef. Links plaatjes van hoe dat eruit ziet. De Vlinderwerkgroep Drenthe die met vrijwilligers op pad is. Allemaal keurig in fluoriserende hesjes, want het is vaak langs een drukke weg. Dus dan moet je ook aan de veiligheid denken. In de afgelopen jaren heette dit project waarin we de monitoringgegevens verzamelen, heette Mijn Berm Bloeit. En dat hebben we de laatste jaar hebben we dat omgedoopt tot de Nectar Index. En de Nectar Index is eigenlijk de manier om te volgen hoe het staat met de kwaliteit van de berm, gericht op bloemrijkdom en de nectarproductie. En behalve voor bermen kun je dit ook prima toepassen voor andere type graslanden. Dus gewoon grote vlakken, kruidrijk grasland bijvoorbeeld. Maar ook voor oevers en voor bijvoorbeeld dijken, dijktaluuts. Nou, een nectarindex die bestaat eigenlijk uit twee componenten. En dat wordt een soort van matrix met kleurtjes. Als er veel nectarplanten met een hoge nectarproductie in de berm voorkomen, dan scoort die hoog. Als er veel verschillende soorten bloemen voorkomen, scoort je ook hoog. En als beide punten hoog scoren, dan zit je dus op nectarindex nummer 5. Scoren ze heel laag. Basis is dan nectarindex 1 in het rood. En het doel is dan om in de loop van de tijd door veranderd beter beheer naar een hogere score toe te komen. En over deze methode, die hebben we een artikel over geschreven in de Levende Natuur, twee nummers terug. En ook in het laatste nummer van Natura van de KNV. Daar staat in beschreven hoe het exact werkt, hoe we de berekeningen maken. En ook hoe je als groep, natuurvereniging in een bepaalde omgeving dit op kan zetten. Nou, in het kort gezegd werkt de nectarindex methode als volgt. Je neemt een traject, een looproute van 100 meter. En je staat in die looproute 10 keer stil en je kijkt om je heen. In de straal van een meter om je heen kijk je welke plantensoorten aanwezig zijn. Je werkt hier dus, voor de kenners maak je een soort van vegetatieopname. Maar in plaats van dat je naar bedekking kijkt, kijk je naar de frequentie, naar... Ja, je krijgt een getal van 1 of van 0 tot 10 voor de aanwezigheid van de plantensoorten. En het resultaat is dus zo'n soortenlijst met aantallen. Daarvoor moet je in elk geval kijken naar alle bloemen. En het liefst ook naar de meest voorkomende grassen en niet-bloeiende soorten. Nou, in de NDFF verspreidingsatlas hebben we dan een manier gemaakt om dat te registreren. Je kan je transect, je looproute kun je op de kaart intekenen en die worden dan zichtbaar met zo'n markeerpunt. En als je daarop klikt, dan kun je dus die gegevens bewerken van je eigen transecten. Je kunt een soortenlijst invoeren, dat kun je eventueel met behulp van plaatjes doen, maar voor de gevorderde plantenkenner kun je ook prima de namen gewoon intikken. En op het moment dat je klaar bent, wordt de nectar index, de score van je berm, wordt getoond. En dat is dan het eikpunt eigenlijk, een nulmeting. En in volgende jaren kun je diezelfde manier herhalen. En dan kun je kijken of die nectar index veranderd is. Hopelijk hoger geworden.
Het maakt ook nogal uit wanneer je in het jaar kijkt. Dus we vragen om toch een beetje te kijken naar het moment dat de meeste planten in bloei staan. Dan zijn ze ook het best herkenbaar. En dit is een wat ruige berm met veel fluitenkruid erin. Als je een tijdje later te laat bent, zeg maar, dan je moet hem nu opnemen. Want na het maaien, dan ziet het er zo uit. Dan wordt het een kale boel met heel veel geklepelde resten. Dit jaar hebben we iets spannends toegevoegd aan die Mijnberm Bloeit of Nectar Index website. Vroeger kon je alleen je tellingen in registreren en dan kreeg je die Nectar Index als getal erbij. We hebben nu een compleet maaiadvies gemaakt. Op basis van kennis die al decennia geleden ontwikkeld is. Hebben we gekeken van hoe kun je nou een soortenlijst vertalen naar een advies om een aantal keer per jaar te maaien en soorten waar je dan nog eventueel rekening mee moet houden. Nou, het eerste is dat we gekeken hebben naar de fenologie, naar de bloeiperiode van de planten die in de berm staan. En je ziet dan hier in de grafieken wanneer de bloeipiek is. En wanneer ook de piek van de nectarproductie is. Dus bijvoorbeeld als de bloeipiek in dit geval in juli ligt, of in juni ligt, dan zie je dat de nectarproductiepiek die ligt een maand later. Maar dat ligt er waarschijnlijk aan dat bepaalde soorten met een hoge nectarproductie wat later in het jaar bloeien. Kijk, als je gaat maaien, dan is dit een volledig hypothetische grafiek natuurlijk. Want ergens zo in juni, juli, dan komt die maaimachine langs en dan wordt het abrupt een stuk minder. We hebben trouwens wel gezien dat er vaak al 1 tot 2 weken na het maaien de bloemenaanbod en de nectarproductie weer behoorlijk op peil is. Vaak met een andere soort, iets andere soorten samenstelling, waarbij dus de vroegbloeiende soorten zijn weggemaaid, maar de later bloeiende soorten weer opkomen. Je ziet ook hier in die berm staat bijvoorbeeld vroegbloeier, pinksterbloem en duizendblad als een later bloeiende soort. En dan heb je dus een door het jaar heen een heel verschillend aanbod met nectarplanten. De tweede stap in dat maaiadvies of die analyse die we van dat berm onderzoek hebben gemaakt. Dat zijn eigenlijk de indicatiewaarden op basis van Ellenberg-getallen. Dat zijn indicatiewaarden voor iedere plant. Geeft aan of die bijvoorbeeld droog of nat staat, of die van meer of minder voedselrijkdom houdt, of van een zure of meer een basische bodem houdt. En je ziet de gemiddelde waarde daarvan uitgedrukt in een grafiek ten opzichte van alle andere bermen in Nederland. Dus je ziet in dit geval bovenaan de berm erg laag scoort. Dat bij de vochtigheid van de bodem dat hij heel gemiddeld scoort. En bij de zuurgraad van de bodem zit hij ook een beetje aan de lage kant. Dus het zal een hele schrale, zure berm zijn. Dus op die manier kun je je eigen telgebied, je eigen looproute kun je afzetten tegen het gemiddelde van het land. Ten slotte geven we ook een echt maaiadvies waarbij de maaifrequentie wordt weergegeven, wordt berekend uit de soortensamenstelling. En in dit geval hebben we een berm waar geadviseerd wordt om 1 maal per jaar te maaien. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de plantendiversiteit best groot is met veel soorten die een schrale bodem initiëren. Bij bijvoorbeeld wat vochtiger, ruigere bermen zal er als advies vaak 2 maal per jaar uitkomen. En dat is dan nodig om voedingsstoffen af te voeren. En uiteindelijk hoop je dan na een jaar of 5 tot 10 een situatie te bereiken waarin je nog maar 1 keer hoeft te maaien, omdat de grond eigenlijk helemaal uitgeput is door dat afvoeren van die vegetatie. We geven ook
voor sommige soorten een aangepast maaitijdstip, waarbij dat gaat over een aantal soorten, zoals blauwe knoop in dit geval en stijf havikskruid, waarbij we waarbij vroeg maaien echt de doodsteek voor die soorten is. Dus wacht totdat die soort echt is uitgebloeid, zaden heeft gevormd en zich heeft kunnen uitzaaien. Ga dan pas maaien. Daarnaast geven we nog wat algemene tips. En eigenlijk als je het maaiadvies gewoon uitprint en aan iemand van de gemeente geeft of aan degene die het beheer daar voert, dan heb je eigenlijk een heel mooi papier waar alles op staat waar je rekening mee moet houden in het beheer. Nou, bedankt voor jullie aandacht. Als je alles wat hierin staat nog eens wil nalezen, kijk dan op onze website bij floron.nl Bermen. Dan kun je ook dit boekje over ecologisch bermbeheer van ons downloaden.